Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Leonie. Ik ben Klaartje. En zoals je ziet staan we in de McDonald's. Nu denk je misschien, wat doen we in de McDonald's? Dat vroeg ik me inderdaad ook al af. Wat doen we hier eigenlijk? Nou, wij zijn hier uitgenodigd door McDonald's om een vraag te beantwoorden. Een vraag van Jente van Baal. Hoeveel calorieën zitten er in een Big Mac? Goeie vraag. Daarom staat het antwoord op de verpakking. 509. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Want als je echt wil weten wat er in je voeding zit, dan moet je ook op de voedingswaarde letten. Zo heb je bijvoorbeeld vetten, onverzadigde vetzuren, koolhydraten, suiker, eiwitten, vezels, zout. En dan heb je ook dus nog weer producten die zijn suikervrij, maar dan wel weer energierijk of vezelrijk. Ik vind het echt heel ingewikkeld worden nu als je dit allemaal van tevoren moet uitzoeken. Het is ook ingewikkeld. En daarom heeft McDonald's dus in samenwerking met een onafhankelijke voedingskundige de Etenweter opgesteld. Daarmee kun je snel online zien van je favoriete eten wat de voedingswaarde ervan is. Ga door. Ik hang aan je lippen. Vertel het me. En diverse producten met elkaar vergelijken. Zoals een broodje kaas. Met een sazijzenbroodje. Of een groene salade zonder dressing. Met een banaan. Of bijvoorbeeld een stampot andijvie met gehakt. Met een Big Mac. Met de Etenweter weet je dus echt wat je eet. Dus kijk op mcdonald's.nl/etenweter, zodat je voortaan bewust kunt kiezen wat je eet. Eet smakelijk. Dankjewel. Lekker? Hoeveel calorieën zat hier ook alweer in? Geen idee. Oh, weet ik wel. 509. Zet hem in de verpakking. Oh ja. Oh, vet slim.